Tja, dan ben ik nu de laatste commandant die deze deur mag sluiten. Hé, hey, die staat er nog steeds. Met muziek en per soldaat 3 sigaren en een glas bier werd op 1 mei 1906 deze kazerne feestelijk geopend. Waar zijn we toch al die soldaten gebleven hier? Gek, zo stilte. En prins Bernhard kwam heel vroeg. 'S Morgens kwam dan de officieren controleren. En dan kwam hij opzij van het huis rijden. Met zijn Bentley, dan kwam hij door de keuken naar binnen. En dan mochten wij niks zeggen dat hij er was. En dan controleerde hij de hele spul. Ja, toen was ik heidekoningin. Ja, dat ben ik, daar middenin. Dat is bij de kazerne in Ede. Maar het was altijd feest. Het was altijd als het een groot feest, dan moest ik mee. Ik heb veel gedanst in die tijd, ja, na de oorlog. Muziek is belangrijk voor de krijgsmacht en voor iedereen. Muziek schept saamhorigheid en verbondenheid. Da 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 da. Hoor ik wat?
Dat niet iedereen blij was met de kazernes in Ede, dat zien we nog steeds in de hekken rondom de kazerne. Kees Koning knipte als pacifist en tegenstander van de militairen in Ede hier allemaal harten in de hekken. En je vindt ze nog steeds hier langs de rand van het bos. Ja, en toen viel de muur. En dat betekende dat de Koude Oorlog ten einde raakte. Dat de dienstplichtigen niet meer opgeleid hoefden te worden. En uiteindelijk betekende dat ook het einde van de kazernes in Ede. Als staatssecretaris van Defensie dan heb ik zelf een besluit genomen de kazernes aan mijn vader en heeft gediend, waarin ik heb gediend, om die te gaan sluiten. Want de kazernes waren niet meer nodig. En dat ik een jaar later als burgemeester van Ede het contract tekende voor de definitieve aankoop van de kazerneterreinen. Natuurlijk heel bijzonder. Ik zal het nooit vergeten. Het was 1972 toen ik als langharig militair hier mijn militaire carrière startte. En we hadden er toen geen idee van dat deze kazerne ooit zou sluiten. Hé, hey, hier staat nog een piano. Diamonds are